Deze beschouwing die gaat over geschiedvervalsing en de concentratiekampen. En misschien nog wat andere pakkende woorden. Je moet ermee oppassen, hier in Nederland is er een wetgeving. En dan is het ontkennen van de holocaust is strafbaar gesteld. En laat ik gelijk zeggen dat ik niets ontken dat Joodse mensen op een verschrikkelijke manier de bok waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat dat niet de eerste keer was in de geschiedenis dat die mensen werden vervolgd. Dus ik behoor niet tot dat deel van de wereldbevolking wat loopt te brullen van... Ja, ...en het zijn altijd de Joden en de Joden zitten overal achter en het is één groot Joods complot. Want die bestaan hè? Ik zou iemand, en die ken ik persoonlijk, Anthony... En dat is er zo een. En die zet dat ook op Facebook, moet ik zeggen. En die komt daarmee weg, hè? <coughs> nee, ik heb laatst iets heel kritisch. Heb ik me heel kritisch uitgelaten over een negro persoon. Een vrouw was dat. Die zich heel erg kritisch uitliet. Nou ja, schandalig. Uitliet over blanke mensen. En ik voelde mij op mijn blanke pik getrapt. En ik heb daar iets op terug gereageerd. Ja, niet aan haar, want zij is Amerikaanse. Ik heb iets in het Nederlands neergezet. Hij ja, ik kreeg een ban. En dan krijg je een ban op YouTube. Dat wil zeggen een community strike warning. En dat houdt dan gelijk in dat je op Facebook niet meer kan posten. Wist je dat? Het is mij al twee keer overkomen. ...en dat duurt dan een hele tijd... ...want die band die ik nou heb gekregen... ...of die Community strike, ...die is verlopen ergens in september dit jaar. En tot die tijd... ...het is nu juni... ...eind juni... daar kan ik niks meer posten hoor. Dat is mooi voor uh, over. Ik kan wel wat op Facebook zetten... ...maar dat staat er... Uh, ...hooguit een minuut... ...en dan is het weg... Nee, en het staat daar niet naar onderen. Nee, het is weg. Het is echt weg. Dus uh, momenteel heb ik dan zo, als ik zo'n filmpje maak. En, uh, aan het einde van de rit, dan staat alles op YouTube. En dan doe ik plaatsen op Facebook. en dan weet ik dat het er 1, 2, 3 minuten uit blijft. dat het er staan. En een kwartiertje later doe ik hem weer. en een kwartiertje later doe ik hem weer. en dan weet ik veel. dan doe ik hem 6, 7, 8 keer op Facebook zetten. Ja, dan los ik het zomaar op. Maar die jongen, die Anthony. Uh, ja, die zegt toch hele kritische dingen over Joden. Ja, dat doe ik dus niet. Uh, punt 1. Jezus Christus was een jood. Uh, ik ben een bijbelgelovende christen. En uh, driekwart van de Bijbel. Mijn Bijbel. 75% van mijn Bijbel. Uh, dat is het Oude Testament. En dat is het boek van de Joden. Dus als je het hebt over Joden, dan denk ik als eerste bij het begrip Jood: dan denk ik aan Mozes, Jesaja, Samuel, Daniel, Hosea, Esther, ...Rut... Dan moet ik nu even doorgaan. Dus ik denk niet in een uh, groot Joods complot of zo. Het zit iets ingewikkelder in elkaar. Want de porno-industrie wordt gedomineerd door Joodse mensen. Dat is waar. En Joodse porno, ik heb uh, nogal wat porno gezien. En Joodse porno uh, vond ik in de regel echt, uh, ja, vond ik meer bagger dan het gemiddelde baggergehalte van de gemiddelde porno. Ik kijk geen porno meer hoor. Dat... <laughs> Ja, ik ben er nou toch over begonnen, maar hoe uh, kom ik nou? Van? Ik ben begonnen over de Holocaust en daar zitten we in de porno. Dat ja. kwam dus via de Joden. Ja. Maar ik kijk geen porno meer, want ik, ik hou niet van uh, ja, seks met uh, mensen van, uh, die niet mijn generatie zijn. Ik ben niet van de intergenerationele inter seks en. Ja, ik, de, mijn generatie, als die mensen het nog wagen om een pornofilm te gaan lopen spelen. Ja, ik ga toch niet naar mensen van 60 kijken in een blote kont. Uh, ja, kijk, het is even heel zielig voor iedereen die momenteel nog pornoverslaafd is. Maar die pornoverslaving gaat vanzelf voorbij hoor. Ja, tenzij je natuurlijk een beetje een gaatje in je hoofd hebt. En dan intergenerationeel gaat kijken. En dan ga je kijken naar meisjes van 20. Die het dan nog doen of zo. En, en ja, gaat verdammen. Dan is er wat mis met ergens onder de hersenpan. Maar dan, de Joodse porno is echt uh, wanstaltig slecht. En Joodse mensen zitten ook in het geldsysteem. Hmm. Dat is overduidelijk. En nog wat meer uh, sectoren die niet per se gewaardeerd worden om hun fijne maatschappelijke bezig zijn. Uh, daar zitten Joodse mensen. Dat klopt. En uh, zo wordt gezegd dan, hè? Uh, dit is met opzet. Met opzet doen de mensen die daadwerkelijk de touwtjes in handen hebben, uh, die voeren uh, het Joodse volk op als de zondebok. Dat is wat ze doen. Scapegoat, weet ik dat ook wel. En het hele idee van een zondebok. Dat is iets dat komt uit het Oude Testament. Ook dat nog een keer. Het boek uh, De Protocollen van de Wijzen van Zion. of de Ouderlingen van Zion. De Elders of Zion. dat is niet door Joodse mensen geschreven. Dat is geschreven om de Joodse mensen in een kwaad daglicht te stellen. En dat gebeurt. En die partij die de touwtjes in handen heeft, dat is sinds, nou, is zo'n beetje. Dat is Babylon. En ja, Babylon, dat is een stad. Was ooit een stad. Die, die stad is helemaal weg. Maar het gedachtegoed van Babylon, dat is all over the place. Ik pak even mijn theepot. Anyway, ik moet oppassen met wat ik zeg. En onder deze film staat een linkje, en daarboven staat een derde van de Holocaust. En vroeger stond daar een andere link, en die verwees direct naar YouTube. Maar de YouTube-film is uh, van Pleitenstein. Iemand zijn account is getermineerd. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zelfstandig heeft verwijderd. Maar. Dat is een film van vier uur. Maak je titel maar Laten we even kijken. Ik zou zeggen: bekijk die film zelf even. Hè? En baseer je oordeel daarop. Ik ga er verder niet veel over zeggen. Joodse mensen waren de bok. Dat kan ik je wel vertellen. En of er tijden geweest zijn. dat ze in Auschwitz. Uh, 2000 mensen. hebben vergast per dag. Uh, daar laat ik mij niet over uit. Ik kan je wel vertellen. dat een mens weegt. Zeg maar, uh, ik ben bijvoorbeeld niet heel dik. Maar weegt nog steeds uh, 65 kilo. En dan ben ik toch wel een van de minder wegende mensen in mijn omgeving. Dus stel dat een mens 70 kilo zou wegen, gemiddeld. En een mens bestaat voor 70% uit water. Dan staat één mens gelijk aan 50 liter water. En als je een mens, als het stoffelijk overschot van een mens wil verbranden, dan zal je toch eerst dat water eruit moeten dampen. En dat moet je dan doen met 2000 lichamen nadat ze vergast zijn. Dat is een hele hoop lichamen om het water uit te verdampen. Dat is namelijk nou erg veel water. Dit soort vragen die worden gesteld in die documentaire film uh, 1 derde van de Holocaust. En ik heb een nieuwe link gevonden en die doet het wel. En mocht die binnenkort er ook aangaan en je hebt nog steeds niet gekeken, dan ja, moet je zelf maar even opnieuw gaan zoeken. De naam van de documentairemaker of makers, uh, die, die weet ik niet. Ergens in een van die afleveringen, ik heb hem in delen gezien. In een van die delen heeft hij gezegd: die man, van ja, de, ik ga mijn naam niet uh, aan de grote klok hangen. En er is ook een website en die heet codo.com: Citizens. Open debate om. De Holocaust. C-O-D-O-H. Uh, daar stond die ook. Dus die One Third of the Holocaust. Nee. Yeah. Die kan ik nou niet meer vinden. Maar ik laat het aan jullie over om uh, je mening te bepalen. Aangaande dan dit verhaal. Ik heb nog een andere gevonden. En daar wil ik het over hebben. En dat is een artikel. Dat staat in The Guardian. En The Guardian, dat is een, een Britse, Engelse. Een Britse moet je denken, een Britse krant. En die hebben een, titel gepla een, een stuk geplaatst met als titel. How Bush's Grandfather. Helpt Hitler's rise to power. Dus hoe de opa van Bush, George W. Bush, de huidige die nog in leven is, en zijn vader was George Herbert Walker Bush. Die was verantwoordelijk voor de eerste Golfoorlog. Nou, die is overleden, niet zo heel lang geleden. En dan gaat het over zijn vader. Dus de grootvader van de nog levende Bush. En de vader van zijn vader. Die man heette Prescott Bush. En dan staat hier als openingszin: George Bush's grandfather, the late U.S. senator Prescott Bush, was a director and shareholder. Of companies that profited from their involvement with the financial backers of Nazi Germany. The Guardian. De, de link naar het artikel staat onder deze video. Die kan je zelf gaan lezen. En ik heb een interview gezien met een. Amerikaanse journalist die hier ook achtergekomen was. Een hele grote vent. En die dacht toen van, ja, dit geeft een ruil. Hier wordt een ruil. Nou, dat is niet echt gebeurd. Gek hè? En dan zat hier dan. Uh, staat het over En dan komen we weer terug op de ja hier staat het ja. kijk die Prescott Bush die heeft een connectie gehad met de Consolidated Silician Steel Company CSSC en die was gevestigd in Silesië. En dat is een gebied dat was toen op de Duits-Poolse grens. En tijdens de oorlog maakte dat bedrijf gebruik van slaven. Slavenarbeid lieten ze verrichten. En die slaven die kwamen uit de concentratiekampen, waaronder Auschwitz. Dit is de Guardian. Dit staat haaks op dat officiële verhaal van die vergassingen. Dat snap je denk ik wel. Want iemand die vergast is, die kan niet als slaaf gaan werken voor uh, CSSC. Als slaven moet je minimaal in leven houden. Een slaaf kan je nou, twee uur aan één stuk laten werken. Maar dan moet je toch echt wat te eten krijgen. En een beetje uitrusten. En dan de volgende ochtend, zoals Sonja Barend zou zeggen. gezond weer op. Om weer een mooie dag te gaan werken voor CSSC. En CSSC, dat was niet de enige company. waar inwoners, als je dat zo mag noemen. Van Auschwitz bijvoorbeeld. te werk werden gesteld. Er waren meerdere bedrijven. Ook chemische bedrijven. Snap je? En wat wordt onze kinderen geleerd op de middelbare school. over deze. niet zo fraaie periode van Europa? Nou, alleen dat verhaal dat uh, een hele hoop mensen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en België helemaal gek werden gemaakt door een demagoog. <coughs> en ze gingen allemaal Joden aangeven en alle Joden zijn toen vergast. Dat is dus niet de waarheid. Dus niet de waarheid in die zin dat er dan verzwegen wordt. dat een bedrijf zoals CSSC. gebruik maakte van slavenarbeid. waarbij de slaven geleverd werden vanuit de concentratiekampen. waaronder Auschwitz. En onze kinderen wordt iets heel anders geleerd. En dat is walgelijk. Dat het gebeurd is, dat die Joodse mensen zijn afgevoerd naar kampen, dat is walgelijk. En dat er achteraf uh, niet de waarheid over wordt verteld, niet de volledige waarheid, dat is ook walgelijk. Huh? Het eerste was walgelijk en dat duurde dan. Nou, Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, Vier jaar of zo. Vier jaar lang was dat walgelijk. Maar liegen over die periode, dat duurt nu al 55 plus ongeveer 20, 75 jaar. Um, ja, wat is dan het meest walgelijke? Wat er destijds gebeurde. Of het feit dat het heden vandaag nog steeds doorgaat. En het werkt aan alle kanten hoor. Dus in die film Defamation, die ook onder deze uitzending staat. En ik zal ze allebei een beetje naar boven halen, zodat je het goed kan zien. En ik hoop dat je er even naar gaat kijken. Maar in die film Defamation, daar wordt je duidelijk. Dat de Israëlische jeugd angst wordt aangejaagd, dat die bang worden gemaakt voor uh, bejaarde mensen van Duitse afkomst. Hele paniek jongen, meisjes half aan het huilen en oh, de nazi's. Dat klopt niet. Dat is heel gemeen. Het is gemeen naar de Duitse mensen toe. En het is gemeen naar de Israëlische mensen toe... waarvan de kinderen angst aan wordt gejaagd. Dat moet je helemaal niet doen. Punt 1, angst is een slechte raadgever. En punt 2... Uh, de geschiedenis zat heel anders in elkaar. Uh, ze zouden de Israëlische jeugd moeten vertellen van Prescott Bush, de opa van Bush. En die heeft uh, via zijn contacten lekker geld verdiend aan Joodse mensen die slavenarbeid moesten doen toen ze opgesloten zaten in Auschwitz. Maakt dan de Israëlische jeugd bang voor de familie Bush? Ja, toch? En ik zou ook willen voorstellen dat uh, uh, onze eigen jeugd. Uh, dat die kennis neemt van deze info die onder deze film staat. Ik zal er nog eentje aan toevoegen. Dat is er een van David Cole. Die heet eigenlijk David Stein. David Cole in Auschwitz. Even kijken of ik hem kan vinden. Kool. In Auschwitz. Hij heette eigenlijk uh, David Stein. Dat is een uh, Joodse jongen. Gaat hij gelijk lopen? Die zal ik er ook even onder zetten. Kijk daar maar naar en uh, roep je geschiedenisleraar ter verantwoording. Want wat is dit? Is uh, 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 denk dat die geschiedenisleraar dit mag? Hè, want die geschiedenisleraar, dat is wat ik je brom. Uh, die vertelt helemaal niet de, uh, hoe het in elkaar zit, vertelt een of ander grappig verhaal wat totaal niet waar is. Even nog typen hoor, Joodse man. Dat, dat ze op het NOS-journaal, dat ze liegen, dat vind ik ook niet fraai. Maar dat je als geschiedenisleraar liegt tegen de kinderen die jou zien als autoriteit... Dat te samen met het feit dat het NOS-journaal. Ja, stelt dat je daar boos over zou willen worden. Ja, wie moet je aanpakken? Maar die geschiedenisleraren hier in Nederland. die onze jeugd helemaal niet vertellen. wat er nou precies gebeurd is in die concentratiekampen. Hè? Dat er dus Amerikaanse bedrijven waren. die daar goudgeld aan verdiend hebben. Waaronder een bedrijf waar uh, Opa Bush. Uh, ze centjes mee verdiende. Hè? Dat moet je vertellen aan de kinderen. Want eerlijk doen. Even nog typen hoor: David Stijn. Dat hij er mooi hieronder staat. Kijk, die staat er ook in. heb je vier linkjes. Ik zou daar eventjes uh, goed naar kijken. En zeg tegen je kind: als jouw kind nog naar het middelbaar onderwijs moet, waarbij het middelbaar onderwijs horen ze over deze periode geleerd te krijgen. Laat je kind kijken naar deze linkjes en zijn leraar of haar leraar ter verantwoording roepen. Want wat jij zegt, dat bespreekt helemaal niet wat in deze films naar boven komt. In deze documentaire films. Helemaal niet. Dus, uh, dan mag je de geschiedenisleraar, wat mij betreft, een leugenaar noemen. Want hij liegt. Hij overtreedt uh, gebod nummer Huppeltje Pup van Mozes. En je mag als kind zeggen, wat mij betreft hoor. Van, ik beroep mij op de wetten van Mozes en op de inhoud van de Bijbel en ik zal geen omgang hebben met de machten van het kwade. Dus uh, vriendelijk bedankt alstublieft, maar ik verlaat dit lokaal, want van mijn geloof als Bijbelgelovende christen mag ik niet luisteren naar leugens. Dus of meneer de geschiedenisleraar, het is de woorden zijn u, of u gaat de waarheid vertellen en dan de hele waarheid en niets dan de waarheid, of ik stap nu op. En dan ga ik u aanklagen. En nee, ik ga niet naar de conrector toe voor wangedrag. Ik ga u aanklagen voor wangedrag. Het opzettelijk voorliegen van kinderen. Waar moet die geschiedenisleraar zich op beroepen dat hij dit niet eerlijk vertelt? Dat hij thuis geen internet heeft? Ja, ik laat even een pauze vallen, maar dit kan zomaar niet. En dit is gevoegelijk bekend. Ik weet nog, het was jaren terug dat ik ergens over begon met mijn moeder. En mijn moeder zei, nou ey, straks komt er iemand en die is zelf Joods. En uh, dan wil ik niet dat je erover begint hoor. Dan wil ik niet dat je erover begint. Tja. Ja, dat krijg je ervan. Ja, dat, dat, de geschiedenisleraren die zitten allemaal te liegen. En dan moet Perry Winkel vervolgens zijn mond houden. Want er komt zo dadelijk een Joodse dame op bezoek. En als die het toch hoort, nou. En wat is er dan zo erg? Nou, dat ik weet dat van die slavenarbeid. Ja, dat kan je beter maar niet vertellen. Dat kan je beter maar niet vertellen, zei mijn moeder zo. Nee, hey, dankjewel, stomme leugenaars. Ja, Zo'n geschiedenisleraar, die verpest. Maatschappelijke verbanden. En dat heb ik geconstateerd. En dat is niet leuk voor mij, maar dat is ook niet leuk voor jullie. Snap je? En daarom is dit serieus, deze beschouwing. Dus de geschiedenisleraar plegen een geschiedsvervalsing. Dat zou hetzelfde zijn als een wiskundeleraar die zegt van... ...ja, weet, jullie hebben vast wel eens gehoord voor de stelling van Pythagoras... ...maar wat jullie niet weten is dat die helemaal niet waar is en uh, uh, daar doen we niet meer aan. Het a-kwadraat plus b-kwadraat is uh, ja, kleiner dan uh, c-kwadraat of groter... Maar het ligt eraan of het weekend is of door de week. Kijk, als iemand met wiskundeles dat zegt, heb je het volste recht om die man op staande voeten ontslaan. Lijkt mij. Of een wiskundeleraar die zegt van ja, kinderen, jullie hebben gehoord van sinus en cosinus. Nou, en dan wordt er geleerd dat uh, sinus iets anders is dan cosinus. Nou, en ik zeg jullie, het is gewoon hetzelfde en het is allebei onzin. Dus uh, laat maar lekker zitten die uh, pagina's te kunnen uit je wiskundeboek. Dus iedereen pakt nu even zijn wiskundeboek erbij en overal waar Sinus of Cosinus staat, hup eruit met die pagina's en gooi ze maar in de brullenbak. Zo'n man, uh, een beroepsverbod. Maar het zou te geld voor een geschiedenisleraar die niet de waarheid vertelt over de geschiedenis? Dan moet die man zeggen van ik ben geen geschiedenisleraar, ik ben een man en ik vertel verhaaltjes. Dat heet dan uh, moeder de gans les, moet je daar naartoe. En dan moet je na drie weken moet je precies kunnen herhalen wat moeder de gans heeft verzonnen. Want er was eens een klein zwaantje en iedereen dacht dat het een lelijk eendje was. Dan moet hij dat eerlijk zeggen. Of zij, als het een geschiedenisvrouw uh, lelke, leraar is, hè. Maar nee, je mag niet zomaar liegen tegen andere mensen. Je mag zeker niet liegen in functie. Uh, liegen in functie. Dat, uh, dan moet je er even het, het wetboek van strafrechten bij pakken. Maar ik denk dat je zo iemand kan aanklagen hoor. Ik denk dat dat te boek staat als een misdrijf. En dan komen de geschiedenisleraren. Die komen dan. Uh, ja, die komen er niet zomaar mee weg. Die krijgen wel een strafblad. Minimaal. En taakstraf. Minimaal. Of ze moeten inderdaad gaan brommen. In veenhuizen. Of daar in de buurt van Soetermeer. En nee, dat kan niet. En het kan ook niet dat die geschiedenisleraars zeggen: van, ja, dat heb ik helemaal niet geweten. Nou, nee, dat heb ik helemaal niet geweten. Ja, maar die Perry. Ja, maar wie is Perry dan? En uh, Perry komt er dan mee. Ja, maar. Uh, uh, oh, Perry is ingenieur. Ja, uh, is hij ingenieur? Ja, ik ben ingenieur, ja. En ik weet het al jarenlang. Het is niet eens mijn beroep. Ik ben geen ingenieur geschiedenis. Ik ben ingenieur uh, luchthygiëne en verontreiniging. En mijn metier, mijn vakgebied, dat is informatica. Ja, zie je wel. Dus jij kan heel goed met computers omgaan. Ja, dat kan ik ook. Ik kan computers programmeren. Ik kan Bash scripts schrijven. Ik weet hoe ik een MySQL database moet optimaliseren. En ik ken er wel meer leuke geintjes. Maar bovenal weet ik dat er zoiets bestaat als een browser. Dan doe ik klikken, de klik, dat kan ik ook. Ik kan, ook. ik kan niet alleen klikken met de muis, nee, ik kan ook dubbel klikken. Ja, dat doe ik twee keer achter elkaar. Heel klik, klik. Dat heet een dubbel klik. En dan gaat mijn browser gaat lopen. Dan staat mijn cursor te knipperen in de adresbalk. Goed hè, dat ik weet dat het cursor heet en adresbalk. En dan typ ik in. En dan doe ik enter. En dan ga ik lezen. Of als ik een uh, leuk filmpje zie op YouTube, een uh, videootje, dingen zoals deze, met van die linkjes eronder. En dan moet je niet dubbel klikken, maar moet je enkel klikken. En dan doe ik een enkel klikje op zo'n linkje en dan kijk ik daar ook naar. Snap je? Dat heeft niks te maken met het feit of ik nou uh, ingenieur ben of afgestudeerd... Uh, aan de Landbogenschool, ook in het vak informatica. Dat, 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 dat staat er helemaal, helemaal buiten. Want waar ik het nou over heb, die kunde. Nou, dat kon mijn dochter al toen ze tien was. Hoor. Dus dat is geen excuus voor zo'n geschiedenispersoon. En een opstand moet er komen. De kinderen moeten dit niet pikken. Dat is wat ik vind. Kinderen moeten eisen dat die geschiedenisleraar de waarheid gaat spreken. En anders moeten ze het klaslokaal verlaten. En dan gaan ze maar lekker naar buiten iets voor zichzelf doen. Dan hebben ze mooi nog uh, drie kwartier vrij. Gaan een eindje fietsen ofzo. Even heen en weer naar de supermarkt voor een blikje cola. En dan ga je pas weer terug naar school als het tijd is voor een les waarbij de, geschiedenis, de, sorry, de, de leraar wel uh, eerlijk vertelt wat er aan de hand is. He, als je bij de leraar Duits komt en die zegt, good afternoon everybody. This uh, lesson will be completely in German as you can hear. I would like to ask you to please take your books. Dan moet je zeggen, hey man, dit is helemaal geen Duits, dit is Engels. Excuse me, I'm speaking German. Dan moet je er ook op snappen. Wat is dat nou? Heb jij vroeg thuis? Ja, de leraar Duits, die, die zat eerlijk dat het Engels te lullen. Ik denk, nou, daar heb ik geen zin in hoor. Ja, dat, dat hoef je toch niet te pikken. De, de leraar biologie, die zegt van, nou, uh, welkom allemaal. We gaan het vandaag hebben over de voortplanting. En, uh, nou, en we gaan nu stilstaan bij het feit dat uh, de kindjes die worden gebracht door de ooieveren. En ja, kan iemand mij vertellen hoe een ooievaar eruit ziet? En wat is een ooievaar? Dan moet je toch ook opstappen. Dan moet je zeggen, ja, ben jij vroeg thuis? Ja, we hadden vandaag uh, biologieles." En uh, die man die zat te vertellen dat de kinderen die worden gebracht door de ooievaar. En toen dacht ik, uh, ik ga naar huis. Ja, dan heb je toch het volste recht om op te stappen? Dat hoef je je niet aan te laten leunen, jij jeugd. En ken jij iemand die verplicht naar het. Nou, ik had bijna gezegd uh, klote onderwijs, maar heb ik gelukkig niet gezegd. Maar die er vlucht naartoe moet, dus, uh, laat hem deze uitzending horen, want je hoeft het niet te pikken. En nogmaals, het Joodse volk is enorm te gazen genomen. Die, die mensen zijn van huis en haard weggedreven, die zijn kapitalen kwijtgeraakt. En geloof me nou maar, het was niet eens het einde van het verhaal. Door na de Tweede Wereldoorlog is het nog doorgegaan. Er is een man, die is nu overleden, die heet Barry Gamish. C-H-A-M-I-S-C-H. Op zijn Engels, uh, hij is uiteindelijk beland in Amerika. Barry, Barry is dan met een Y, net als Perry. Barry Chamish, zeggen ze dan in Amerika, maar we zeggen natuurlijk Gamish, dus Jiddisch of Hebreeuws of zo. Gamish. Moet je maar luisteren wat hem en zijn familie is overkomen. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Om even over die, die Joden. Uh, wat die mensen wordt aangedaan. Uh, punt 1, uh, die Joden hebben helemaal niet zoveel met Israël. Voor de gemiddelde Joodse persoon is dat uh, het land van Abraham en zijn broers en al <laughs> zijn zonen. <laughs> en ja, daar kan je wonen. Maar ja, heel veel Joodse mensen hebben hun leven met heel veel plezier doorgebracht. Uh, in de Jordaan. Hier in Amsterdam. En waarom denk je dat die wijk de Jordaan heet? He? Er wonen allemaal Joodse mensen. En zaten die allemaal te huilen. We willen terug naar Israël. Nee, helemaal niet. Die hadden die reuzen naar hun zin. Er zitten ook heel veel Joodse mensen in Antwerpen. Er waren hele grote Joodse gemeenschappen in Marokko. Die, die Joden die in Amerika wonen. Die zitten er helemaal happy man. Die hoeven helemaal niet per se terug naar Israël. Die Joodse mensen zijn onder druk gezet om naar Israël te gaan verkassen. En wat, wat stond hun dan in Israël te wachten? Ja, ruzie met de Palestijnen. Ja, alsof je daar zin in hebt. Ja, maar dat is de schuld van de Palestijnen. Nee! Want die Palestijnen worden opgestookt door de paus. Toen in 1993. Uh, de vredesakkoord getekend werd uh, tussen uh, Shimon Peres en Yasser Arafat. Nou, Shimon Peres die leeft denk ik nog. Yasser Arafat is inmiddels uh, bye bye. Die is vergiftigd in Parijs of, zo, of in Frankrijk. Nou, dat was dan uh, ruzie tussen de Palestijnen en de Joden. En dan werd er een vredesakkoord getekend in Oslo, dus in Noorwegen. Jij snapt natuurlijk, net als ik, niet waarom Palestijnen en Joden een vredesakkoord moeten tekenen in Scandinavië. Kan dat niet gewoon uh, op de grens tussen uh, de, de West Bank en Israël? Gaza en Israël. hebben ze daar niet een hotel over? Ik de capitulatie van Nederland werd er getekend gewoon in Nederland. en niet ergens in het noorden van Canada. of Paraguay. Bij die Oslo-Vredesakkoorden. is 70% van de belangrijke stukjes van Jeruzalem. qua eigendom. Overgedragen aan de paus. Dus de Joodse mensen moesten allemaal koetkakoet -koet naar uh, Israël. Om daar een Joodse staat. En la 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 En dan de stad die dan hun gedoodverfde hoofdstad zou zijn. Of zou worden. Uh, 70% is in een of andere paus Ja, ja. En Joden houden helemaal niet van de paus. Kom je erbij? Ja, behalve dan die paar Joden die werken voor de paus. Die dan voor de paus werken in de porno-industrie en die voor de paus werken in de geldindustrie. Oh nee, maar periode kan niet hoor, want de paus al nooit uh, porno. Uh... Ja, think again. Suckle. Tuurlijk doet hij dat. En het manipuleren met geld, dat is de paus een allergrootste hobby. En daar gebruikt hij Joodse mensen voor. Die, die mogen dan in de frontlinies de publieke kritiek krijgen. En De paus lag ze helemaal kapot. En de Joden krijgen weer eens de schuld. En die Joden worden dan zogenaamd naar een happy land gestuurd. Ja, en aan de hoofdstad wordt voor 70% ingepikt door de paus. Nee, halleluja, prijs de Heer. Of moet je dan zeggen, halleluja, prijs de Elohim? Ja toch? Ik weet het niet, hoor. Zo, ik ben dan, oh ja, iedereen heeft wel een beetje joods bloed. En ik zou het ook niet erg vinden om joods te zijn. Heet het een dagenwacht? Maar wat die mensen als volk is overkomen. dat was geen geintje. Gaat op weg. Dat was echt niet leuk. En nog even terug naar die holocaust. De verhalen die zijn verteld. als dat ze het huid. Of de huid van de stoffelijk overschotten van die vergassingen, van die Joodse mensen, die werden dan vergast. En voordat ze er gecremeerd werden, werd die huid eraf er gestroopt en daar werden lampenkappen van gemaakt. Nou, dat is niet waar. Gebleken. Dat heeft wel met grote koppen in de krant gestaan. En niet één keer. Nou, dat werd heel, veel, heel, heel vaak herhaald. En het andere verhaal. Dat was in Boegenwald. Hebben ze dat gedaan? En het andere verhaal was dat ze hadden van die stoffelijke overschotten. hadden ze de hoofden eraf uh, uh, gehaald. En toen hebben ze die schedels laten krimpen. In een zoutbad of zo en dan op een stokje en dan op een voetje... en dan kon je dat leuk in je woonkamer neerzetten... en dan had je een heel klein ja, verschrompelde schedel van Joodse afkomst... of van iemand van Joodse afkomst. En dan mooi klein. Nou, dat was ook niet waar. En dan hebben ze nog verteld dat uh, van de mensen van Joodse afkomst... Uh, en die waren dan vergast... En dat ze daar het vet, het huidvet, van hebben gebruikt om daar zeep van te maken. Want het kan, hè? Als je vet mengt met loog, dan krijg je een substantie die heet zeep. Dus zo oud als de weg naar Rome. Dat was ook niet waar. En wat ook niet waar was, was dat ze bij Joodse mensen, die nadat ze vergast waren, dat ze die stoffelijk overschotten gingen controleren op tatoeages. En dat ze dan het huid waarop de tatoeage stond, uh, uh, die gingen ze dan uh, uh, loshalen en, uh, hoe noemen we dat, prepareren en dat werd verkocht als reliquie. Als je een stukje Joodse huid had met een Davidster erop, dan, uh, nou, dat bracht wel. Uh, 300 zilverstukken op. En dat was ook niet waar. Dus over de Holocaust is ontzettend veel gelogen. De meest bizarre dingen. En aan jou de vraag: wat jij dan vindt van die linkjes die je onder deze uitzending hebt staan. En heb jij toch volgende week geschiedenis? En heb je helemaal geen zin om naar die vent te gaan? Uh, dat je zegt, nou ik wil liever wat anders doen. Nou dan zou ik deze linkjes kijken. En dan heb je punt 1 meer geleerd van de geschiedenis dan die leraar jou kan vertellen. En je hebt lekker vrij. En je beroept je maar op, uh, ja, op wat ik heb gezegd. Zeg maar dat je plotseling uh, toch heel eventjes bijbelgelovende christen bent geworden. En dat je je niet mag inladen... inlaten. Met de machten der duisternis. Met leugenaars. Dat mag niet. Van je geloof niet. Laat het maar voor de rechter komen. Maar jij hoeft niet meer te luisteren naar een geschiedenisleraar die dit soort onderwerpen overslaat. Of afdoet als. Ja, uh, het zat even zo, zo en zo en zo. Uh, nee. Je, je hebt het of helemaal niet over de Holocaust. En dan zeg je, nou, dan moet je zelf maar uitzoeken. Hier is het linkje naar uh, een film van Perry. Moet je even daar maar naar luisteren. Er staan linkjes onder. Dan moet je daar maar gaan bekijken. En uh, voor de rest, uh, aju, paraplu... Uh, ik geef mijn baan eraan voor vandaag. En ik ga lekker naar huis wat voor mezelf doen. En gaan jullie dat ook maar doen. Dan zijn we eerlijk bezig, snap je? Want de waarheid, die zal toch moeten komen... Het is de waarheid die ons verenigt. En het is de leugen die ons verdeelt. Denk even terug aan dat ik dus tegen mijn moeder zei. Ja, mam, In Auschwitz, die mensen die werden te werk gesteld als slaaf. Ja, dat staat haaks op het verhaal wat je te horen krijgt. Dat zo gauw Joodse mensen aankwamen met de trein. Ja, drie uur later uh, stonden ze in een blote bibs. in een namaak-douche, uh, uh, cabine, ruimte, uh, gelegenheid. En werden ze uh, beet." Met, uh, wat was het ook alweer? Waterstof, niet uh. Oftewel blauwzuurgas. Ja, want uh, een stoffelijk overschot kan je niet uh, de volgende ochtend naar zijn baan sturen, hè? Dus kennelijk werden er Joden in leven gehouden om te werken voor de CSSC, de firma waar Prescott Bush goed geld aan verdiende. ...waar hij mee te maken had, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar Amerika had er veel mee te maken... Hoor, ...met wat er allemaal gebeurde met die concentratie En dan moet je ook nog weten... ...en dan ga ik afronden nu hoor... ...maar concentratiekampen, dat was al in de 16e eeuw. In Paraguay. In Zuid-Amerika. En die werden gerund door onze grote vrienden, maar niet huis... De Jezuïeten. Het allergrootste tuig van de katholieke kerk. En als, je, als ik nu een Jezuïet beledigd heb, dan noem ik die jezuïet een ongeïnformeerde drol. Om maar eens een vies woord te gebruiken. Een ongeïnformeerde scheet. Ik die Jezuïeten ronden die uh, concentratiekampen in, dat waren werkkampen, slavenwerkkampen, in Paraguay. En Paraguay was toen een van de grootste gebieden van Zuid-Amerika. Vruchtbaar land en zo. En die mensen werkten zich kapot en die jezuïeten die zorgden voor de handel en die werden stervensrijk. Dat wel wil zeggen, die jezuïeten zelf niet meer. Ja, die sponden er ook goed garen bij. Want als jezuïet had je is wel een leuk. Niet en niet echt een inkomen. Maar je woonde heel behoorlijk hoor. Ja, echt wel je natje en je droogje. Ja. En één keer terug in Europa was je een man van aanzien. Een slavenarbeid. Uh, Jehoeh. En dat was ook, uh, dat was, uh, nu met de gemeente Amsterdam, uh, wordt er overwogen dat dan de gemeente Amsterdam excuses aan moet gaan bieden voor de slavernij. Nou, uh, de familie Bush mag als eerste uh, ook uh, dan komen, want ja, wij uh, willen ook graag excuses aanbieden voor de slavernij waar wij goed geld aan hebben verdiend in de Tweede Wereldoorlog, namelijk de slavernij van Joodse mensen. Bij deze dan, Joodse mensen, sorry. Nee, geef mij een maar een fikkie. Ik hoop dat ik het goed heb duidelijk gemaakt. En dat jullie dus bereid zijn om... om je, je ogen te openen voor dit. En, en te snappen dat... dat onze kinderen niet vergiftigd mogen worden met die onzin. En dat is toch de verantwoordelijkheid van ons ouders, want het onderwijssysteem wat we nu hebben, die geschiedenisleraren weten helemaal niks. Die hebben geen internet, of als ze thuis komen, dan gaan ze gelijk het internet op, maar dan kijken ze alleen maar naar seks.nl en dan naar seks.be en dan naar seks.com en dan naar uh, weet ik wel andere toestanden maar niet een beetje uh, de geschiedenis ja, terwijl de tweede wereldoorlog dat is verplichte kost mag ik aannemen Ik weet het wel, want mijn dochter die wilde overhoord worden voor geschiedenis. En dat, dat doe ik dus op zich niet aan, want overhoren dus niet. Hè. Want ik vind dat ondermijnend voor het zelfrespect uh, van het kind. Ik zei altijd heel leuk tegen mijn dochter: van je ja, wil zo graag naar school, dus het is jouw onderwijs en ja. Ja, maar straks heb ik een onvoldoende. Ik zei, nou, dat maakt mij toch helemaal niet uit. Het is toch jouw onderwijs. Het is jouw onvoldoende of jouw voldoende. Maar ik sta er verder buiten. Ik werd als kind nooit overgehoord door mijn ouders. Tuurlijk niet. Dat dan weer. Is er hulp nodig? Nee. En toen die ene keer, en mijn dochter is ook niet gek. En toen was ze me erin geluisterd, zou ik zeggen. Toen dacht ik, oké, okay. nou voor deze keer dan. Dat was geschiedenis. Geschiedenis en Duits. Nou, Duits. Uh... Ja, dat kon ze hartstikke goed. Ze zei, nou, daar hoef je geen zorgen over te maken, dat lukt wel. Een machinist uh, heet op zijn Duits een treinleider. Ja, dat moet je ook maar weten. Ja, ik zou zeggen, het is een machinist, maar goed. Een treinrijder. Uh, leider. Zugführer. <laughs> nou, dat ging wel, toen kregen we geschiedenis. Uh, ik me toch een partijtje zachtgerijdig. Ik zei tegen haar van, nou, deze onzin, als je morgen een 4 haalt... Nee, als je morgen een goed cijfer haalt, zei ik, dan ben ik niet blij. Als je hier wegkomt met een heel mager zesje, dan, uh, dan zal je mij niet horen zeuren. En een onvoldoende zou ik zeer begrijpelijk vinden. Want deze onzin wil ik eigenlijk liever niet dat je dat uh, uit je hoofd leert en dan morgen op gaat schrijven. Ik zeg, en hoe heet die geschiedenisleraar? Dan zei men, oh ja, maar ik wil geen gesodemieter van jou op school. En, uh, ik zei, nee, daar zal ik wel voor zorgen. Ik zal niet, uh, en dat heb ik ook gedaan, ik heb me gedragen. Maar die man wel even de waarheid verteld. want dit is wat onzin. dit uh, gaat je maar een keer verdiepen in de geschiedenis. En die man heb ik toen een boektitel gegeven. Uh, waarin uh, de Jezuïten even aan het licht kwamen. Maar wist die man ook helemaal geen donder van. Ja, leuk, hè, zo'n geschiedenisleraar. Nee, mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. En de geschiedenis is toch echt iets wat je moet kennen. In grote lijnen. Ja? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, Tjus. En dag leerlingen.